gespeeld. Dus kon hij naar de kant. Kwam hij pas in de tweede helft terug. Michael Thomas laat dan zien wat je met ruimte moet doen. Deze springveer van Donar, publiekslieveling. Komt ongelooflijk hoog. Donar zet er even aan. Waar heb je zin in? Hij heeft aspirines bij hem. Ja, hoe laat ben jij naar bed gegaan? Laat. 12 punten in het voordeel van de Groningers. Maar dat gebeurde niet. Peter Koning was er weer bij. Moest zuinig spelen, want mocht geen fouten meer maken. Maar raakte toch aardig op stoom, scorend vermogen. Peter Koning, ook oud-speler van Donar. Ploegen kwamen steeds dichter bij elkaar, ondanks deze prachtige paas van Patrick Veitherbe op Scott Snyder. Een alley-oop heet dat in basketbaltermen. Scott Snyder goed voor 31 punten. Maar Assen liet niet los, de Drenthe lieten niet los. Dave Tuinstra weer, topscorer van de wedstrijd met 34 en hier weer één van zijn drie punters. En zo bleef Drenthe steeds in de buurt van Donar, ondanks het feit dat er veel buitenlanders speelden. Michael Thomas met de rebound. Snelle aanval van Donar. Weer een mooie paas van Veitherbe op Scott Snyder. Donar hield steeds een kleine marge vast. Hij heeft Tuinstra geblokt door Michael Thomas. Springveertje dus. Veitherbe die het zelf afmaakt. En je voelde wel dat Donar eigenlijk niet kon verliezen. Maar je voelde ook dat Assen niet los wilde laten en steeds in de buurt bleef. En zo blijft er een verrassing in de lucht hangen. Totdat Peter Koning zijn vijfde fout haalt. Dan is het echt gebeurd. Verzet gebroken. Domme fout ook van Peter Koning. Gaf hij later zelf ook toe trouwens. Assen probeert nog wel. Dit is de laatste score van de wedstrijd. 96-108. Donar neemt de bal niet eens meer uit. Reguliere overwinning dus voor Donar. Die eigenlijk te klein uitvalt. Gezien het feit dat Donar met vier buitenlanders speelt. En Drenthe zijn enige Amerikaan er niet eens bij had. Ik heb gewoon geconstateerd dat we aardig ons best hebben gedaan. En dat er aardig strijdbaar, aardig mentaal deze wedstrijd door zijn gekomen. En dan ben ik tevreden. Drenthe valt me al de hele competitie mee. Dus niets anders dan lof. Zoals ze presteren. Ik vind het buitengewoon jammer dat ze zichzelf zo nadrukkelijk in die underdog-positie schuiven. Krantenartikelen van de week dat ze zichzelf die ultimate losers noemen. Ik denk niet dat bedrijven zich daarmee willen en kunnen identificeren. In plaats van het van de positieve kant bekijken, dat is ook mijn bedoeling geweest vooraf. Niet om in een underdog positie te gaan, we weten wat voor materiaal we hebben. Maar zich bewust te zijn van het feit, een geweldige Peter Koning, een nog betere Dave Tuinstra. Luiks die fantastisch staat te spelen, jammer dat Henderson er niet is. En denk ik, verkoop jezelf iets beter. Profileer je als de ploeg die Cinderella seizoen doormaakt. Maar het heeft ook te maken domweg met de topkwaliteit die ze...